Community is een vak wat Impuls weer onderscheidt van andere scholen. Elke community levert een bijdrage aan de school. Zo maakt de horeca community eten voor in de pauzes. Hierbij leer je omgaan met geld, voedsel en ondernemen. Zo kook je niet alleen, maar ga je ook over geld en doe je boodschappen voor het eten. Hey, in welke community zit je? Ik zit in de horeca community. En wat doe je bij die community? We maken in de pauzes voor de hele school. Maken we dingen voor in de pauze, bijvoorbeeld broodje Italiaan of tosties. En die verkopen we dan. Oké, en wat betekent deze community voor jou? Nou, ik vind het wel heel gezellig en ik vind het ook wel fijn om nieuwe dingen te leren om die te maken, zodat ik dat ook bijvoorbeeld thuis kan doen. Zo. Wat heb jij al gedaan voor deze school? Ik heb iets van 3 keer gekookt en dat verkocht en boodschappen gedaan. Wij zitten in een onderwijscommunity. Oké, en wat doet deze community? De onderwijscommunity regelt de rondleidingen binnen school, de open dagen, doedagen, eigenlijk alles wat met de kennismaking van Impuls te maken heeft. Wat heeft deze community jou opgeleverd? Ik was vroeger heel verlegen voor grote groepen zo te praten en dat heb ik nu niet meer. Wat heb jij voor de school gedaan? Ik denk vooral veel nieuwe leerlingen kennis laten maken met Impuls, waardoor ze duidelijker werden wat Impuls precies is en waardoor ze de keuze makkelijk konden maken. Wat vind jij het beste van deze community? Vooral dat stukje dat je met elkaar gewoon alles plant en dat niet één iemand alles plant en dat de ander dan gewoon toekijken, maar je plant echt met z'n allen alles in. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ben je klaar voor Mees? Nee. Oh. Oké, Mees, in welke community zit jij? KC Community. Wat doet deze community? Deze community zet zichzelf creatief in voor de school en voor open dagen om de school eigenlijk te versieren en wat huiselijker te maken. En wat heeft deze community jou opgeleverd? Mij? Ja. Persoonlijk kan ik mijn creatieve vaardigheden eigenlijk kwijt. En ook gewoon, ik kan al mijn ideeën eigenlijk uitwerken hier. Wat heb jij voor de school gedaan? Ik? Persoonlijk? Ik heb bij de open dagen, heb ik me voorgedaan als leraar eigenlijk. En bij de KC behoef om het zo te zetten staan. En uit te leggen wat KC doet. En wat voor vak het is. En ook voor de community. En wat vind jij dan het beste van deze community? Persoonlijk dat je gewoon je creatieve, eigenlijk heel erg creatief kan uiten. Om het zo te zeggen. Oké, dankjewel voor het interview.